Hey guys, en wat super leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag voor jullie weer een naked shop vlog. Ik heb er echt te leuke items besteld. Zoals altijd heb ik een kortingscode, die zet ik even hier in beeld. En natuurlijk in de beschrijving, daar zet ik ook altijd alle linkjes neer. Ik heb super veel leuke dingen besteld. Vooral setjes, ik heb heel veel pakken besteld. Ik heb ook best wel veel kleur besteld. En zoals jullie misschien hier zien, normaal gesproken ben ik niet heel erg van het kleur. Maar ik vond het zo leuk. Ik heb echt super leuke dingen besteld, dus ik kan niet wachten om het aan jullie te laten zien. Als je zin hebt in deze video, doe even duimpjes omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, als je het niet hebt gedaan. En dan gaan we gelijk beginnen met de shoplog. Nou, ik heb hier een tas vol. Ik heb vaak geen geduld om dit soort dingen ongeopend te houden. Dus ik heb al een paar dingetjes aangehad. En zoals je dus kunt zien is het dus een felblauwe kleur. Het is echt van het kobaltblauw. Ik heb een sweater besteld. Ik zie dat er nu alweer een vlek op zit. Ik heb hem dus gisteren aangehad. Superleuk. Ik heb hem in de maat S. Hij valt echt best wel oversized, maar dat vind ik wel leuk. Ook in de zomer bijvoorbeeld op een shortje als je op het strand hebt gezeten. Dan krijg je het koud, doe je gewoon zo'n lekkere grote trui aan. Ik heb weinig blauw in mijn kast, maar ik vind het echt een hele leuke kleur. En ik vind ook wel dat het me goed staat. Dus deze sweater heb ik besteld. En met de gedachte, daar doe ik deze blazer dan overheen. Die heb ik ook in een 34. Hij is best wel lang, wat langer dan ik gewend ben. En het is best wel een lekker stofje. Ik had hem gisteren aan als jas, was nog net iets te koud. Maar dat kan waarschijnlijk zeker binnenkort weer. Ik had dit dus zo met elkaar gecombineerd. Hier op de mouwen zitten een paar knoopjes. Ja, hij is gewoon echt mega leuk. Ik had hem dus gecombineerd op deze jeans. Die heb ik ook besteld bij Naked. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij wat langer zou vallen. Op het model kwam hij wel helemaal tot de grond, maar bij mij komt hij net boven me enkels uit. Op zich vind ik het wel een leuk modelletje. En staat het niet eens zo heel erg gek, maar ik had hem wel iets langer verwacht. Ik vind vooral dit heel erg mooi. En de wassing ook. Het is echt zo'n lekker licht broekje. Het is wel echt een spijkerbroek, dus er zit helemaal geen stretch in. Ik hoop daarom ook dat hij een beetje uitloopt, want hij zit best wel strak bij mijn billen. Ik heb hem in een maat 34. En het is dus een straight leg. Echt een heel leuk broekje. Als je wat kleiner bent, denk ik dat deze echt nog leuker staat. Maar deze had ik dus gecombineerd bij die blauwe trui en blazer. Naked heeft trouwens sowieso al wel wat langere broeken. Ik laat het straks ook zien met de pantalons. Ik heb heel veel broeken van Naked die wel gewoon echt heel erg lang zijn. En lang genoeg voor mijn benen. Ik ben trouwens 1,77 meter. Oh ja, oh my god. Hier zat ik echt een beetje op te azen. Ik zag namelijk dat deze de hele tijd was uitverkocht. Ik heb dit pak ook in een andere kleur, een beetje bruin taupe-achtig. Echt een heel mooi pak. Ik heb hem ook echt veel aan. Ik zag dus dat ze deze ook in het roze hadden. Ik heb nu de blazer in een maatje kleiner besteld, want die was er als enige nog. Maar op zich vond ik dat niet heel erg, want die andere was best wel oversized. Het is dus een knalroze blazer. Ik vind hem alsnog best wel ruim trouwens. Hij heet ook oversized fit blazer. Maar dit is hem dus. Echt een heerlijk kleurtje. En daar hoort dus deze broek bij. Ik wilde in eerste instantie alleen de broek bestellen, omdat deze dus zo lekker lang is. En dat heb ik dus ook bij dat andere broekje. Die zit gewoon zo mooi. Die ik dus in die taupe bruinige kleur heb. Maar ja, nu heb ik hem dus ook in het roze. Ja, deze is echt super mooi. Ik had laatst bij Naked ook een roze broek besteld. Die is iets donkerder. Ja, ik weet niet. Ik kon deze gewoon niet laten liggen. Ik vond hem zo mooi. En ik zag dus dat hij weer op voorraad was toen ik ging bestellen. Deze broek is gewoon echt super mooi afgewerkt. Het is dikke kwaliteit. Hij heeft dus aan de onderkant een splitje. Ja, ik weet niet. Ik vind het helemaal leuk ook voor de lente. Je kan het natuurlijk met elkaar dragen. Of ik dat durf, weet ik niet. Ik vind het wel vrij opvallend, maar het is natuurlijk ook gewoon leuk om los van elkaar te dragen. Dus ja, hier ben ik echt super blij mee. Oh ja, dan heb ik bikinis besteld. Zonder dat ik een vakantie of zo in het vooruitzicht heb. Trouwens wel, maar dan ga ik niet in bikini denken. Dan is het nog iets te koud. Ik ga namelijk eind april met mijn ouders naar Frankrijk. Nou, daar heb ik trouwens helemaal niet over nagedacht. Maar ik zag deze bikinis en ik dacht, ik bestel het maar gewoon vast. Ik heb allereerst dit broekje. Ook weer dat blauw. Ik weet niet. Ik vind dat echt helemaal leuk de laatste tijd. Dit is het broekje. Hij is best wel hoog uitgesneden. Maar hij bedekt wel gewoon nog het grootste deel van je kont. Ik heb hem in een extra small. Ik vind sowieso de bikinis van Naked echt heel erg fijn. Bij sommige bikinis werken ze met cupmaten. En dat werkt altijd echt top. Deze heb ik wel zonder cupmaat. Dus in een XS besteld. Ik twijfelde tussen de XXS. Maar ik ben blij dat ik een XS heb gedaan. Maar dit is hem dus. Echt zo'n mooi model. Ik vind ook dat dit best bij mijn figuur past. Ik heb namelijk vrij kleine borsten. En als ik dan
zo'n cup bikini aandoen. Ik weet niet, dat flatteert gewoon niet heel erg mooi. Maar dit vind ik altijd echt super mooi staan. Je kunt de achterkant zelf strikken. Dus die kan je zelf bepalen hoe strak je die doet. En de bandjes zijn dus ook gewoon nog verstelbaar. Dus in de lengte. Dus dat is ook echt top. Ik hoop dat die past. Ik ga geen try-on doen, want ik ben nog niet summer ready. Ik ben ook nog zo bleek als wat. Maar ik vind deze kleur echt geweldig. En diezelfde bikini heb ik ook besteld in het zwart. Ik dacht, waarom ook niet? Dit is gewoon een goede basic. Zit trouwens wel een vullingje in. Zelf hou ik die er altijd uit. Vind ik wat mooier. Ik hoop echt dat dit model een beetje mooi staat. Dus die in het zwart. En ik dacht, ik bestelde gewoon nog een zwart broekje bij. Dit was volgens mij niet het originele broekje wat erbij hoorde. Maar ik vond dit model gewoon mooier. Dus dat is deze. Deze van die strikjes aan de zijkant kan je zelf gewoon strikken. Kan je hoog dragen, laag dragen. Nou, hier kan je echt alle kanten mee op. Heb ik ook in een XS. Wat ik trouwens echt heel erg chill vind bij Naked. Die bikinis zijn gewoon echt betaalbaar. En ze zijn echt van goede kwaliteit. Oké, het volgende wat ik heb besteld is deze pantalon. Even denken, die heb ik in een 34. Ik zal hem even dichtritsen, dan zie je het beter. Hij heeft van die schuifknoopjes. Dit is hem. Dit is ook weer echt zo'n lekker modelletje. Gewoon dat je niet zo'n knoop ziet. Er zitten gewoon lusjes in, dus er kan een riem in. Op de achterkant heeft hij zakken. Vind ik ook altijd heel erg belangrijk. Ja, ik weet niet. Als je hier gewoon een mooie, simpele, witte blouse op draagt. Of gewoon een hoodie. Ja, ik weet niet. Ik hou gewoon echt van dit soort pantalonbroeken. Hij is dus een beetje lichtgrijs. Zoiets had ik nog niet. Ik weet niet of hij lang genoeg is. Ik heb hem nog niet aangehad. Maar ik vind hem echt super mooi. En ik geloof ook dat ze deze in heel veel verschillende andere kleuren hadden. Dat was geen goede zin. Oh nee. Ze hebben hem in het donkerbruin. Nog een andere kleur bruin. En in het beige. Misschien dat ik die beige ook bestel. Want ik vind het model wel heel erg mooi. Maar ik ga eerst even kijken of die lang genoeg is. Dus dat is deze pantalon. Dan heb ik een witte broek besteld. En dit is een skinny model. En ik twijfelde nog een beetje of ik weer skinny wilde gaan dragen. Maar ik heb het toch vaker nodig dan ik denk. Ik vind het namelijk wel heel erg leuk staan onder blazers. Het is gewoon een simpele witte denim. Ik heb hem in een 36 besteld. Omdat ik vind dat de broeken, of nou de pantalons, die vallen altijd wel op maat. Maar ik vind de denim van Naked soms best wel klein vallen. Dus ik heb deze in een 36. Het is gewoon een witte skinny jeans. Soms vind ik een wijde broek gewoon wat minder mooi bij een bepaalde outfit. En grijp ik toch nog wel eens naar skinny. Maar die heb ik bijna niet meer in mijn kast liggen. En ik dacht, we gaan richting het voorjaar. Ik bestel een witte broek. Ik hoop niet dat hij doorschijnt. Maar dat gaan we straks allemaal zien op de aanbeelden. Ik vind hem heel leuk. Ik hoop ook dat hij lang genoeg is. Dus ja, een witte skinny. Ik hoop dat het een goede basic is. En dat hij mooi zit. En dan als laatste heb ik voor mijn zus nog iets besteld. Dat heeft ze eigenlijk al aangehad. Dus het hangt al op de hanger. Maar zij heeft dus ook zo'n pakje besteld. Waaronder dit shortje. Deze vind ik trouwens echt heel leuk, dit model. En het is echt een super mooie kleur. Het is een beetje een groen-grijzige kleur. Misschien als ik deze kleur ernaast hou, dan zie je het wat beter. Ja, dit is wel echt groenig. Super mooi. Deze heeft ze in een 36. Echt zo'n pantalonbroekje. En daar hoorde deze blazer bij. En die is super mooi getailleerd. Ik hoop dat ik hem even aan kan doen op de aanbeelden. En dat hij bij mij net zo mooi staat. Hij heeft één knoop. Deze is ook in een maat 36. En ook weer hier op de mouwtjes heeft hij van die mooie knopen. Heel leuk. Ik vind deze ook echt super mooi. En ook leuk voor bijvoorbeeld naar kantoor als het heel erg warm is. Dat je wel gewoon zo'n net broekje eronder kan doen. Heel leuk. Mooie kleur ook. Nou, en dan waren dit alle items die ik deze keer heb besteld bij Naked. Ik hoop dat ik jullie wat inspiratie heb kunnen geven. Jullie hebben de aanbeelden als het goed is al gezien hier in de video. Als je het leuk vindt kun je me natuurlijk ook volgen op TikTok. Want ik heb daar ook een TikTok mee geplaatst. Dus alleen met de aanbeelden. En ik zou het ook heel erg leuk vinden als jullie me gaan volgen op Instagram. Daar heet ik gewoon Esmee Geel. Dus ja, als jullie willen shoppen gebruik zeker mijn code. Krijg je gewoon korting mee. Ik geloof voor nieuwe klanten meer dan voor bestaande klanten. Maar ik zet alles in de beschrijving van deze video. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Doei!